Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva en ik ga jullie vandaag laten zien hoe ik mijn bananen rijp. Ik heb hier de groene, die zijn net binnen. Dus ik ga geregeld naar de supermarkt voor verse bananen. En helaas zijn die eigenlijk altijd groen. Dus die verzamel ik in mijn groene bak. En daar doe ik vaak één wat rijpere bij. Die leg ik daar gewoon bovenop, omdat die enzymen onderling verdelen. En tegen de tijd dat deze wat minder groen zijn, dan heb ik deze nodig in mijn andere bak. Daar zitten de wat meer gespikkelde en de één bosje nu nog extra rijpe. En dat laat ik er expres ook een beetje tussen zitten, want dan rijpt de rest gewoon wat vlotter. Dus korte tip over hoe je beste je bananen kan laten rijpen. En zeker als je zoveel eet als ik. Want groene bananen zijn eerder stoppend. Daar krijg je verstopping van, omdat nog niet alle zetmeel om is gezet in suiker. Heb je er vragen over? Laat het beneden weten. Hoi! Dankjewel voor het kijken naar deze video.